even iets zeggen wat eigenlijk niks met Advaita of zo te maken heeft. Maar je hebt goede plannen en je hebt wat minder goede plannen. Ik denk dat het een vrij slecht plan is om boeken duurder te maken. En dat zeg ik niet omdat mij dat minder oplevert, want dan gaan er meer mensen e-boeken kopen en daar verdien ik meer aan. Maar we klagen al 30 jaar over taalachterstand en weet ik veel wat. En dan gaan we boeken nog duurder maken. Wat dus ook betekent dat het lastiger wordt voor bibliotheken. Schoolboeken worden duurder. En die kids kunnen al niet lezen. Dus dat moest er even uit. En daarom heb ik iets op de site gezet met een linkje erin. Je kunt de petitie ondertekenen. Misschien kunnen we het voorkomen. Dus dit is totaal niet advaitisch, maar wel belangrijk, denk ik. Voor als kids niet kunnen lezen of als mensen niet kunnen lezen in een complexe samenleving, dan heb je een probleem. Dus stom idee, zou ik zo zeggen. Nu uw spirituele, non-dualistische, diepgaande vraag. Als ik daarop mag aansluiten, zoals je weet lees ik veel uit Nisargadatta's boeken voor of uit jouw boeken voordat we gaan slapen. Slaap in ieder geval wel rustig in. Maar de grap is van, het ABC dat kan je wel lezen, maar om iets te kunnen doorgronden, moet je een soort lenigheid hebben in je denkvermogen. En ik denk dat dat langzamerhand steeds leniger wordt naarmate je meer leest. Ja. En dus als ik bij de boeken van kinderboeken zou blijven hangen, dan is die lenigheid niet echt aanwezig. Right. En waar we hiervoor zijn, is dat ook een soort lenigheid van, kun je openstaan voor andere ideeën. Voilà, want het zijn vensters en het verbreidt je geest. En daarom zeg ik ook vaak over herhalen, zodat het ook in ons subconscious kan doordringen. Ja. Dus, en je zegt kinderboeken, nou als kids al niet eens voorgelezen worden of ze zien nooit boeken, hoe inspireert dat dan, weet je wel? Lezen is ook een soort reizen en met andere dingen in contact komen. Ik denk dat het van belang is. Ja, dat geeft een rijkdom. Ja. En naarmate je meer woorden kent, des te makkelijker je jezelf kan uitdrukken om duidelijk te maken wat je bedoelt. Ja, en woorden en beelden en metaforen en verbanden. Ja. Yes, of course, dat moet je leren. Want we worden allemaal dom geboren, maar je moet veel moeite doen om het te blijven. Dat zei. Dat vind ik zelf het advaitische gedeelte van kunnen lezen en begrijpen en graven en doorgronden. Ja. De jeugd wil alleen maar googlen, hè? Dus het is wel handig dat ze woorden weten, dat ze kunnen invullen op Google. En voor de rest. Mijn kinderen zeiden vroeger, ja, hoef ik helemaal niet te leren. Google ik wel. Ja. Nee, dat klopt. Naarmate je een grotere woordenschat hebt, des te meer kans heb je om aan je talenten toe te komen. Sure. Want, laten we zeggen, straatvegen met alle egaars, dat is ook nodig. Maar ik neem aan dat de meeste mensen toch wel iets, niet alleen maar tevreden zouden zijn met hun eigen stoepje schoon te vegen, laat ik het dan zo zeggen. Maar het gekke is, Jan, als je goed kijkt, dan verinnert het pas echt als je erover spreekt, als je het uitspreekt of schrijft. Het hand schrijft. En dan zie je dat er een dimensie bij komt. Het kan met al dat lezen, het kan zo gemakkelijk in je kop blijven hangen. En het kan kennis worden die niet verinnerlijkt. Zeker, dus maar je moet toch die volgende stap maken. Tuurlijk, maar je moet wel bij die stap beginnen. Van je moet al kunnen lezen, anders kun je ook niet schrijven. Ja, precies. Maar ik bedoel, het is het begin, maar je moet toch een stap maken. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja. En dat neemt tijd. Ja. Weet je wel, dus vandaar ook weer herhaling en interactie enzovoort. Yes. Als je jezelf iets hoort zeggen, dan wordt het pas. Nou ja, vandaar dat ik ook inderdaad vaak zeg, los van het spreken erover, dat dingen schrijven ook handig is. En daar heb ik ook al wat opmerkingen over gemaakt. Sommige mensen die schrijven dan, maar dan schrijven ze in hun smartphone. En dan zeg ik van, er is een veel te klein denkraam. Want als je schrijft, dan is het fijn als je een beetje een aantal alinea's kan zien, zodat je de draad kan volgen. En nog beter is inderdaad het gewoon met de hand doen, want dan wordt het fysiek. Ja. En het is niet alleen maar een intuïtietje. Ze hebben gewoon onderzocht hoe kennisverwerking werkt. Het werkt beter als je van papier leest dan van een scherm. Het werkt beter als je informatie tot je hebt genomen en je schrijft het met de hand uit, dan wanneer je het in een computer of een tablet of whatever schrijft.
En ik snap het gemak ervan. Maar als je jezelf wil dienen, dan maak je het zo fysiek mogelijk. Dus een echt boek, een echt papier. Het werkt beter. Tikken is niet schrijven. Niet echt. En dan is het nog beter als je dat doet, als je toch iets wil gebruiken om het op een laptop te doen. Dus een zo groot mogelijk scherm te hebben. Dan kun je het nog zien. Dat maakt uit. Want op een smartphone, je kunt amper één alinea zien. Dus dan moet je de hele tijd op en neer om te kijken van of het nog klopt met je eerste alinea, weet je wel. Terwijl op een groter scherm of op een stuk papier kun je een x-aantal alinea's in één keer overzien. Het heeft gewoon niet zozeer met verlichting of whatever te maken, maar wel met kennisverwerving. En processing. Dus